Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 13 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Welkom bij Kippenvelland. Ik heb het koud. Ja, het is ook een beetje eigen schuld. Ik heb 3/4 mouw aan. Maar ik wist niet zo goed wat ik aan moest trekken. Ik had aan de ene kant wel zin in een jurkje. Maar ja, heel veel jurkjes van mij die hebben dus 3/4 mouw. En ik kon eventjes de losse mouwen niet vinden die ik wel eens aantrek. Dus ja, ik moet het even doen met wat het is. Maar goed, ik moet zo toch aan de schoonmaak, dus ik hoop dat ik het dan wat warmer krijg. Gisteravond heb ik bureau Hofstede gekeken. Hey, Wout Genemans loopt nu mee met de politie Den Haag. Ik vond het wel heel interessant om te zien. Best wel heftig ook sommige dingen, maar desondanks best wel interessant om gewoon te zien. Daarna heb ik 4 handen op 1 buik gekeken. Dat was ook wel heel leuk. Dat was nu met Maxime Meiland. En een meisje, ja, ze was 16, ze woonde ook al op zichzelf. Ja, was allemaal wel heel mooi om te zien. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt, maar ik moet er even een paar opnieuw doen, want die waren niet helemaal mooi geworden. En daar ben ik best wel streng in, zeg maar, voor mezelf. Dus die moet ik eventjes nog opnieuw doen. En nou ja, toen ben ik Rita gaan kijken en daarna Connie en Clyde. Dus dat was verder ook de avond. Ik merkte wel dat ik wat vermoeid was. Ik had al een hele zere voet toen ik thuis kwam. Ik had ook een beetje hoofdpijn, dus ik had even een aspirintje genomen. Ik heb ook best wel diep geslapen. Maar goed, dat merk ik altijd wel. Maar op zich was het prima. Ja, verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Er is gewoon weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet had gezien. Ik hoor net dat Lente, die heeft een Cookie Monster knuffel gehad. Ze waren een weekendje weg geweest en daar had ze van Nathalie haar schoonvader een Cookie Monster knuffel gekregen. En daar had ze nu dus hele gesprekken mee. Ik had ze maandagavond nog even op het video bellen. En Lente had nieuwe kleertjes, heel leuk, een heel leuk jurkje. Heel schattig, met een egeltje erop en schoentjes eronder. Nou, zo schattig. Maar ze is dus nu een beetje op het punt dat ze gaat krassen op papier. Dus Nathalie had Wasco gevonden, Wasco krijt. En daar was Lente dus een beetje mee aan het krassen en aan het doen. Ja, ze kan het. Het is nog best wel moeilijk, want ze is natuurlijk nog niet eens 1,5. Ik bedoel, ze is 1 en 3 maanden. Maar het is wel leuk om te zien dat ze steeds meer kan. En ze heeft hele gesprekken met je. En op een gegeven moment komt ze dus in beeld, zie je alleen zo'n klein kuifje. Zo schattig. En nou, hele gesprekken. En ja, je weet helemaal niet wat ze bedoelt natuurlijk, maar het is wel super schattig. Maar als zij zwaait, dat is ook zo schattig. Zij is echt zo, dat doet zij. Dat vind ik zo schattig. En dan, ja, dan gaat ze naar je zwaaien. Echt heel lief. Maar ik moest wel lachen, want ze was ook wat met de katten aan het spelen. Dus nou, helemaal geweldig. Ik ga even wat water pakken en dan ga ik eventjes ja, de boel hier eventjes doen. Dan is dat ook lekker klaar. Dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Ik doe het een beetje rustig aan. Ik ben niet helemaal fit. Dus, maar goed, dat moet wel gewoon even gebeuren. Dus dat ga ik even doen. Dus ik ga een muziekje aanzetten in de hoop dat we het weer wat warmer krijgen. Maar goed, het was maandag ook het geval. Dus nu waarschijnlijk ook wel. Thank you.
kaarsjes weer lekker aan kant. Wel weer fijn, even alles van zijn plek gehad. Dus het is weer helemaal schoon. Ik heb weer eventjes een nieuwe luchtverfrisser in het apparaatje gedaan. Want die was alweer leeg. Dus die is nu ook weer lekker. Dan kan die mooi weer sprayen. Ik heb het niet echt warm gekregen. Ik heb nog steeds het kippenvel. Dus het is nog steeds wel fris. Maar goed, dat komt wel goed. Ik heb even gebullet journaled. Ik heb even een voorkant voor juni gemaakt. Dus wat dat betreft was dat ook wel even goed. Ik moet alleen soms even kijken van oh, wat wil ik maken. Dat is soms een beetje lastig, maar ik ben wel tevreden met wat ik heb gemaakt. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Even eten. Vanavond heb je veel televisie. Ik neem een aantal programma's op. Ik neem op Steenrijkstraat Arm en een huis vol trop. Nou, in ieder geval is een nieuw programma. Daar gaan ze opruimen, huizen opruimen die dus heel vol zijn. Ik ga het perfecte plaatje kijken. Vind ik altijd heel mooi. Ik heb even Hudson en Rex opgenomen. Dus dat kijk ik dan later vanavond eventjes. Verder moet ik... Oh, ik moet die foto's nog maken. Chips. Ja, dat moet ik nog wel even doen. Ga ik zo eerst even doen. En dan daarna mooi eventjes relaxen. En als ik dan mijn artikel heb geschreven en ik heb de thumbnail gemaakt voor de vlog en ik heb dat allemaal ingepland, ga ik Rita kijken en daarna dan even Hudson en Rex. Dus dat is verder de planning. Dus gewoon wel lekker op de bank. Want ja, ik voel me nog steeds niet helemaal jovel. Maar goed, dat komt vast wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 14 oktober. Ik ben klaargemaakt. Mijn haar zit een beetje gekkig voor mijn gevoel. Het zit niet helemaal zoals ik het wil. Vooral aan deze kant en aan die kant ook. Dus dat moet ik zo even opnieuw doen. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga even een video opnemen. Ik heb onwijs last van mijn stem, die af en toe een beetje weg is. En daarna ga ik even bullet journalen. En dat is het ook wel. Eventjes nu een lekker rustig dagje. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken, was wel heel leuk. De eerste keer hoefde er ook niemand uit, dus dat was op zich niet heel verrassend, maar het was wel weer leuk om te zien. Daarna Steenrijkstraat Arm. Ik zei in de vorige week vlog, nou, dat komt niet meer. Nou, dat kwam dus nog wel, maar dat kwam. Je had ook een nieuw programma, dat is wat was met huizen opruimen. En dat kwam dus na Steenrijkstraat Arm. En ik dacht eigenlijk dat het in plaats van Steenrijkstraat Arm zou komen. Dat was dus niet. Ik moet niet stoppen met... Oh. Dus dat heb ik allemaal eventjes gekeken. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb de vlog ingepland, die staat ook al online. Ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik heb Rita gekeken en daarna Hudson en Rex. Hele mooie uitzending ook. Ik kan er wel echt van genieten van die serie. Vanavond begin ik met het laatste seizoen van Rita, seizoen 5. Dus nou ja, dat eigenlijk. Mijn boek lekker gelezen. Ik had het alleen wel weer super koud, dan ook in bed. En dan werd ik wel weer, had ik heel raar gedroomd. Dan word je wel weer helemaal warm wakker. Dus ja, het is allemaal een beetje gekkig. Ik heb al mijn workout voor jullie gefilmd, want ik weet niet wat er vandaag verder een beetje zou komen van het vloggen, omdat ik eventjes wat dingen nog moet doen, zoals mijn video opnemen. Dus ik denk, nou, dan heb ik die alvast opgenomen, dus die laat ik zo meteen hierna dan eventjes zien. En dan kan ik mooi even filmen. Ik ga nu eerst even stofzuigen en dat haar even fixen, want ik irriteer me hier mateloos aan. En dan ga ik de video even opnemen. En daarna nog even lekker bullet journalen. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. Ik heb verder ook weinig nieuws te vertellen. Het eitje was gisteravond heel vervelend. Die wilde hem continu bij je. Dan kan je bijna niet bij de laptop, want die schuif je steeds verder op je knieën. Vind ik niet altijd even handig. Maar ik heb soms idee dat ze het gewoon koud hebben. Ja, het is nu ook gewoon fris. Ik weet niet eens hoeveel graden het nu is. Het valt me nog mee, want er zou de hele week regen komen. Dat is ook niet gekomen. Even kijken hoor, hoeveel graden is het? Het is 15 graden, maar inderdaad bewolkt. En morgen heb je dan 100% kans op regen. Nou, dikke prima. Ik ga eventjes wat doen en dan ga ik eerst even filmen. Dan is dat in ieder geval gebeurd.
weer klaar. Ik heb even lekker kunnen bullet journalen. Ik ben nu echt even die mustel aan het bijwerken. Maar nu komt er ook echt wel een beetje schot in. Dat is wel fijn, want het duurde elke keer zo lang voordat ik wat ermee verder kom. En nu, omdat ik nu natuurlijk deze maand geen doodles heb, kan het gewoon even bijgewerkt worden. En dat is gewoon wel heel erg fijn. Dus ik heb weer een pagina af. Dus ik denk dat ik hem deze maand wel weer bij krijg. Dus dat is wel heel erg fijn, want het heeft veel te lang geduurd. De video opnemen ging ook goed. Ik heb alles al even opgeruimd wat opgeruimd moest worden. Dus dat was ook wel fijn. Dat is wel weer heel mooi zo. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb het weer ijskoud en dan moeten we op de kattenbak. Ja hoor, hij is fijn. Vanavond heb je televisie gala. Dat ga ik kijken. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik hoop zelf dat Mokro Mafia wint, want daar heb ik dan zelf het meeste mee. Maar we gaan het zien wat het wordt. Ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken. Verder heb je niks, want Chateau Meiland komt niet. Meester Frank Fischer komt niet, want ze gaan vanavond beginnen met die danswedstrijd. Nou, hun liever dan ik, 50 uur dansen. Ik zou helemaal gek worden. Eigenlijk een lekker middagje zo. Was wel eventjes even fijn. Gewoon even zo'n rustig dagje tussendoor. Ik word er altijd wel blij van. Nou ja, ik ga vanavond gewoon foto's bewerken. En wat heb ik verder? Rita en Adem in, Adem uit ga ik kijken vanavond. Dus dat wordt verder de avond. Dus ook nog wel eventjes gamen. Want ik ben met Animal Crossing mijn hele eiland. Au, lekker steek in mijn zij. Op de schop aan het gooien. Dus ik ben alles aan het veranderen. Het was me veel te druk. Dus daar ga ik ook nog even mee verder. Dus ja, dat wordt het verder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder tot niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 15 oktober. Ik ben klaargemaakt. De verkoudheid die dwaalt nog lekker rond. Ik heb bij tijd geen stem meer. Maar hey, hij is op dit moment aanwezig. Dus ik kan eventjes met jullie praten. Gisteravond die danswedstrijd is begonnen. Ik heb het verder niet gezien. Ja, een heel klein stukje. Maar ik werd eerlijk gezegd al moe als ik naar die deelnemers keek. Ik hoorde straks van mijn moeder dat er nog 85 waren. Die zei van, ja, er zijn er nog 85. Ik vind het toch wel leuk. Ze zijn nu op de kabouterplopdans aan het dansen. Ik dacht, jeetje. Nou, die vond het wel grappig om te zien. Maar ik werd gewoon al moe als ik naar die deelnemers keek. Zo lang op je benen staan. Blah. Moet er niet aan denken. Ik heb televisiegala gekeken. Heel mooi. Een paar dingen die mij opvielen. Allereerst, de televisiering is gegaan naar de kinderen van Ruinerwold. Ik denk ergens dat dit wel te verwachten was. Ik was zelf voor Mokro Mafia, maar dat komt. Ik kende het programma Het Huis Vol niet. Of Een Huis Vol heette dat, geloof ik. Nooit gezien. De kinderen van Ruinerwold ook nooit gezien. Als je dan één programma hebt wat je kent, ja, dan is je hoop denk ik automatisch daarop gevestigd. Dus dat had ik wel. Maar goed, ze hebben niet gewonnen. Tegenwoordig is de categorie beste acteur en actrice, dat is 1. Waar je voorheen 2 winnaars had, zowel een man als een vrouw, is dat nu niet meer. Alleen het jammere is dat hij nu al jaren achtereen naar een vrouw gaat. En de kans is ook groter, want er waren nu 2 vrouwen, 1 man genomineerd. Ja, Mickey. Ik vind dat ergens toch wel jammer, want hij gaat nu 3 jaar naar 1 en dezelfde persoon. Ik vind het ook wel heel terecht, want het is een hele goede actrice. Zij ging naar Elise Schaap. Maar ik vind het wel jammer, want ik vind het toch leuker als je zowel de categorie man en vrouw apart hebt. Want er zijn natuurlijk ook gewoon hele goede acteurs en ik vind dat die dan ook beloond mogen worden. Maar ja, dat gebeurt dus niet. En je ziet het wel steeds vaker, want het was bij de Gouden Kalveren, was dat nu ook al zo, dat het ook onzijdig was, zowel dat het 1 categorie was geworden. Alleen bij de beste presentator en presentatrice heb je nog wel 2 categorieën. Presentator, die alle 3 genomineerd waren, waren alle 3 niet aanwezig. Vond ik wel jammer. Hij is uiteindelijk naar André van Duin gegaan. Vond ik heel terecht hoor, want dat gunde ik hem ook zeker. Maar dan vind ik het wel jammer dat ze er dan zelf niet aanwezig zijn. En je weet natuurlijk niet of dat ze het niet aankunnen. Of dat ze misschien andere werkzaamheden hebben. Wat belangrijker is, dat weet je allemaal niet. Maar ik vond dat best wel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Ze hadden een heel mooi eerbetoon aan Peter R. de Vries. Dat was echt prachtig gedaan. Daar kan ik niks anders over zeggen.
En dat is natuurlijk ook, denk ik, wel heel belangrijk, want dit is natuurlijk toch iets heel anders omdat het om een moord gaat. Dus ik vond het heel mooi dat ze daarbij stilstonden. Maar ik miste dan ook nog wel weer eventjes een stukje waarin ze ook nog weer even stilstonden bij alle andere mensen, zeg maar, die overleden waren. Dat heb je normaal wel. Dan krijg je een heel overzicht van alle mensen die dit jaar alweer ontvallen zijn. Dat vind ik altijd wel mooi om terug te zien, want soms vergeet je het alweer. Dan denk je, oh ja, die ook of die. Dat hadden ze nu niet gedaan. En misschien was het ook wel te veel geworden hoor, als ze twee van zulke emotionele dingen ertussendoor hadden gedaan. Maar ik had het zelf nog wel mooi gevonden om dat ook te zien. Maar ja, wat ik zeg, dat van Petra de Vries was echt prachtig gedaan. Heel mooi. Ze hadden zijn favoriete nummers genomen. Die werden gezongen door een paar zangers en een zangeres. Dus het was echt heel mooi gedaan. Mijn stem die gaat er weer aan. Dus nou, het was verder gewoon ja, wel heel mooi om te zien. Verder heb ik mijn foto's bewerkt. Ik ben al een stukje begonnen met schrijven voor mijn blogpost voor vandaag. En ja, ik heb Rita gekeken en daarna adem in, adem uit. En dat was ook weer super mooi. Ik kan het nu echt zo waarderen, dat programma. Dat is echt wel heel erg leuk. Dus ik kijk er elke keer wel naar uit om naar te kijken. Ik ga nu zo meteen eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik lekker de slaapkamer doen, want die is aan de beurt. En is ook wel echt even nodig, want ik zag overal stof. En ook wel lekker even mijn bed verschonen, want doordat ik niet helemaal fit ben, zweet ik ook wat meer. En merk ik gewoon dat het dan gewoon fijn is als je je bed gaat verschonen. Dus ik ga jullie daar gewoon in meenemen. Dus ik ga nu eventjes een was aan zetten en dan ga ik eventjes wat doen. Ik heb inmiddels even de plantenpotjes neergezet die ik bij IKEA had gekocht met de plantjes erin. Dus ik heb er hier eentje staan en dan daar nog eentje. Dus ik vind dat wel heel erg leuk staan. Ik vind het zo heel erg leuk. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee ook dat die mooi zo staan. Voldaan. Heerlijk weer een schone slaapkamer. Mijn bed lekker verschoond. Maar het is altijd heel vervelend. Als ik mijn kussen... Ik heb twee sloopjes om mijn kussen.
één beschermsloopje en dan één sloopje die bij het hoest, de dekbed overtrek hoort. Maar uit mijn kussen komen zoveel pluizen. Echt van die veertjes. En ik weet niet hoe het kan. Want het is eigenlijk nog een heel nieuw kussen. Want ik heb hem nog helemaal niet super lang. Maar er komen eigenlijk elke keer veertjes uit. Dus ik snap niet hoe dat kan. Dus dan is alles weer veertjes. Moet je alles weer heel goed stofzuigen. Maar het was wel weer lekker. Gewoon het idee dat ik dan vanavond in een schoon bed stap. Daar kan ik heel erg van genieten. En ook alweer blij dat het lekker gebeurd is. De was is ook klaar. Die gaat zo de droger in. Kan die mooi even draaien. Ik moet morgen even de koelkast doen, want het had wat een en ander van vlees gelekt. Dat moet morgen ook maar even, maar dat is een klusje van morgen, want trek nu geen zin meer in. Ik ben nu ook wel zat, dus ik ga zometeen morgen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten en dan moet ik vanavond gaan we weer raden met de Mask Singer. Ja, ik vind dat super leuk. Ik weet niet of er volgers zijn die het ook kijken. Ik kijk gezellig met mijn moeder en met Nathalie. Iedereen in ons eigen huis. En dan gaan we in de groepsapp gaan we een beetje appen. Ik zal mijn aantekeningen erbij pakken. Ik ben heel fanatiek. Ik zit de aantekeningen ook echt die we krijgen zit ik mee te schrijven. En aan de hand daarvan hoop ik dat we kunnen raden wat, wie erin zit. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Echt weer gezellig. Ik neem wel even Flikker Rotterdam op. Dat moet ik zo eerst eventjes doen. Ik heb even Rotterdam met Dodder ingesteld. Want ja, ik kan nu dan niet Flikker Rotterdam zien. Maar dat ga ik dan lekker morgenavond kijken naar Oh Wat Een Jaar. Dus dat moet ik zo eerst eventjes doen. Verder ga ik vanavond de video in elkaar zetten. En eventjes mijn artikel afmaken en Rita kijken. En dan ga ik verder met Salamander. Dus even kijken of ik er nu wat meer in kom. De vorige keer lukte dat nog niet echt. Maar goed, dat is even de planning. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker wat drinken. Want ik heb een droge mond. De was in de droger doen. Flikken instellen en dan even relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 16 oktober. Het is de geboortedag van mijn opa. Helaas is hij dan niet meer onder ons. Maar als hij er nog was geweest, was hij 90 geworden. Maar het heeft helaas dus niet zo mogen zijn. Maar dat was natuurlijk wel een hele leeftijd. Ik ben klaargemaakt. Maar mijn huid is in hele slechte conditie. Ik merk echt al dat het heel erg koud aan het worden is. Ik had een hele rode plek onder mijn ogen. Ik kreeg hem ook niet eens echt goed gedekt met foundation en concealer. Nou, je ziet het nu niet echt door de bril. Ja, hier een hele lichte streep. Zie je dat? Misschien als ik de bril afzet dat je het een beetje ziet. Het is mijn dit oog. En hier zit hij dus, ja, er zit gewoon echt een hele rode plek onder. Mijn huid is heel erg droog. Ik heb ook heel erg jeuk hier ook bij mijn nek. Daar zit ik trouwens ook een beetje een plekje. Mijn vingers gaan kapot door de droogheid. Ik heb er even een pleister op geplakt, want die was aan het bloeden. En ja, mijn huid raakt van het weer gewoon een beetje van slag. Want ik ga dus, ja, ik raak dus echt, ja, het wordt droog. Het gaat pijn doen, het gaat jeuken. En ja, het is vervelend en ik smeer mijn handen echt letterlijk elke dag in. Maar ja, het is niet fantastisch, maar nou ja, het is even wat het is. Gisteravond, de Mask Singer ging van start. Nou, hartstikke veel zin in. Het was echt super moeilijk. Ik heb bij een paar vermoeden wie erin kunnen zitten. Maar ik begin me een beetje te irriteren. En de irritatie komt weg bij Loretta Schrijver. Zij roept eigenlijk al vanaf seizoen 1, ik denk dat Quinty erin zit. Haar collega bij Koffietijd, Quinty Trustful dus. Nou ja, in seizoen 1 was het ergens nog wel grappig. Nou, toen kwam seizoen 2. Ik denk dat Quinty erin zit. Toen hebben ze zelfs de Quinty-meter geïntroduceerd. Dus elke keer als zij het woord Quinty in de mond nam, kwam er een punt op die meter bij. Nou, aan het einde van het seizoen had ze weet ik hoeveel punten, omdat ze het zo vaak had gezegd. Nou begint seizoen 3. We zijn 1 aflevering onderweg en zij begint weer. Nou, het kon best wel eens Quinty zijn. En ik dacht echt van, hou op. Stop. Kunnen ze deze persoon vervangen of zo? Want het begint me zo tegen te staan. Ik weet niet of andere mensen het hebben. Want ik las ook bij de reacties dat mensen zeiden, oh, ik vind het zo'n gezellige vrouw. Ik vind het zo'n leuk mens. Het is ook wel een gezellig persoon. En het is ook vast wel een heel leuk mens. Maar hou je mee op. Want je irriteert me mateloos. Ja, het duurt 2 uur. Het is meer reclame ook wel. Nader zei ook wel van, nou, het is ook wel best wel lang, 2 uur voor een programma. En daar gaf er ook wel gelijk in. En ja,
Ze zei op een gegeven moment ook, ze moeten gewoon een keer Quinty in dat pak stoppen. Dan ben je van het hele gezeik af. Maar ja, goed, iemand moet ook maar willen. En als Loretta steeds loopt te roepen, ja, Quinty kan ook niet goed zingen. Ja, dan snap ik ook wel dat je eigenlijk niet echt zin hebt om daaraan mee te doen. En je moet er ook maar tijd voor hebben. En dat wat ik zeg, zin in hebben. Maar dat was voor mij wel een beetje irritatie. Nou, de eerste persoon was de zwaan die eruit ging. Ik zal niet gelijk zeggen wie er in de zwaan zat. Want misschien wil je het nog kijken. Maar ik had het niet verwacht. Die naam was totaal niet bij me opgekomen. Ik dacht een Floortje Dessing. Maar nou, die zat er dus niet in. Nou, daarna heb ik even een huis vol gekeken. Dat is een nieuw programma van SBS6 met Victor Brandt. Die mensen die hebben dan heel veel spullen. Dat gaan ze helemaal uitzoeken in een loods. En uiteindelijk krijgen ze een heel net en rustgevend huis. Ze gaan meubels gaan ze hergebruiken. Er worden weer nieuwe spullen van gemaakt. Hartstikke leuk was dat wel. Ik heb mijn artikel afgeschreven, ik heb de video geëdit en ook ingepland. En daarna ben ik Rita gaan kijken en toen had ik Salamander. En ik begin dat nu wel leuker te vinden. Ik was nu bij zijn aflevering 3 en ik had nu wel zoiets van, nou, nu vind ik het toch wel heel erg spannend worden. Het is niet altijd even makkelijk te begrijpen, laat ik dat voorop stellen, want het is soms wel een beetje moeilijk. Maar ik heb er toch wel nu wel meer van genoten. Ik ga de koelkast schoonmaken. Ik heb er eigenlijk totaal geen zin in, maar het moet echt even gebeuren. Dus ik ga dat even doen. Ik ga jullie daar wel even in meenemen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Ik heb even de dansmarathon aanstaan, want ik hoorde van mijn moeder en van Nathalie al, er zijn nog maar zoveel koppels. Ik zei op een gegeven moment, zijn die Donald Duck mensjes er nog? Die hadden heel groot Donald Duck op een shirt staan. Ja, die zijn er nog. Ik zie nu een vrouwtje die is heel erg aan het huilen, dus ik weet niet, ja, ze zal wel heel veel pijn hebben of zo, of misschien moe, kan me voorstellen na zoveel uur op de dansvloer. En het oudste koppel van 60, die is er nog, dus dat vond ik wel bijzonder. Goed, ik ga even stofzuigen en dan ga ik eerst eventjes die koelkast doen, want des te eerder is dat ook weer klaar. Zo, een schone koelkast. Ik vind het wel heel fijn zo. Hij is weer heel erg netjes en het is allemaal weer gewoon lekker helemaal schoon. Er zit echt een hele ijskromp in, dat had ik helemaal niet gezien, maar hij is weer klaar. Dus helemaal blij mee. Daar kan ik weer eventjes mooi op vooruit. Het zijn altijd van die klusjes die er zo snel bij inschieten, vind ik. Het zijn altijd van die klusjes die je niet wekelijks doet, althans ik niet. En dan denk je ineens, oh, het moet eigenlijk wel weer even gebeuren. Ook wel blij dat het weer klaar is, maar ik vond het wel echt, het was wel echt goed vies, maar even gewoon lekker alles afgewassen. Ik heb het gewoon met, uh,
schoonmaakmiddel gedaan. Allesreiniger heb ik gebruikt. Dan ruikt het ook gelijk heel lekker. Ruikt helemaal in de koelkast naar die Ajax. En ja, ik ben er wel weer heel erg blij mee. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb ook nog even heerlijk gebullet journaled. Even een voorkant gemaakt voor oktober. Even lekker alles bijgewerkt. Was wel even heel relaxed. Ze hadden straks bij dansen een Queen tribute. Dat vond ik wel leuk. Maar ja, dan gaan ze weer er tussendoor een reclame doen. Dan mis je de helft van die nummers. Dat vind ik dan altijd een beetje jammer. Maar ja, goed. Ik ga, als ik heb gerelaxed, ga ik straks douchen en dan ga ik eten. Vanavond heb je, oh wat een jaar, het jaar 2009. Dat vind ik super leuk, want daar weet ik nog wel dingen van natuurlijk. Ga ik de Nijverflikker Rotterdam kijken, want die heb ik natuurlijk gisteren niet gezien. Dus dan kan ik die mooi daarna eventjes kijken. Verder moet ik eventjes, wil ik alvast met de vlog aan de gang. En ga ik even Rita kijken en daarna ook weer Salamander. Ik vond het zo leuk, want eindelijk is seizoen 3 van You op Netflix gekomen. Die is dit weekend online gekomen. En als Rita is afgelopen, ga ik mooi daarmee verder. Want ik vond het best wel, het was op zich best wel een weirde serie, maar hij was ook wel heel erg leuk. Ik heb mijn Mio inmiddels ingeruild voor eventjes een legging. Want mijn Mio die was een beetje nat geworden bij de voetjes. Dat liep niet zo lekker, dus die heb ik eventjes verruild. Dus die weer lekker warme sokken en een Mio aan. Dus dat is ook wel weer lekker. Ja, ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 17 oktober. Ik zie er voor mijn gevoel heel slecht uit. Ik heb hier wat make-up strepen zitten. Het komt. De huid onder mijn ogen is zo gigantisch droog. Dat als ik het aanraak, het gewoon te veel pijn doet. En ik heb gisteren echt wel geboend om het eraf te krijgen. Maar het wilde niet. En het brandde zo dat ik ermee gestopt ben. Je ziet hier heel goed die rode plek. Ik zal even inzoomen. Kijk. En ik heb nu het gevoel dat het aan de oogcreme ligt. Die heb ik nu niet opgesmeerd. Wel mijn dagcreme. Die beet gelukkig niet. Dus dat is het niet. Maar ik heb het idee dat het misschien daaraan ligt. Mijn oogleden zijn ook zo droog. Die doen echt heel veel pijn. Vooral mijn linker. En daar zie je ook heel erg die strepen zitten. Dus vandaar dat ik het even zo laat. Ik denk dat ik straks eventjes een oogmasker in de koelkast leg. Dat ik die vanmiddag nog even een poosje opdoe. In de hoop dat dat een beetje verlichting geeft. Want het doet echt te veel pijn. Ook als ik mijn ogen gewoon dicht doe. Alles doet zeer. Dus dat is even minder. Gisteravond, ik heb allereerst Ajax gekeken. Die moest om 6:15 spelen. We hebben gewonnen, dus dat was mooi. Ik heb op de laptop de dansmarathon op een gegeven moment aangezet. Want ik wilde graag over wat een jaar kijken. Dat was heel erg leuk. Jaar 2009, nou daar weet ik dan nog aardig wat van. Dus dat is dan wel leuk. Daarna Flikker Rotterdam gekeken. Was wel een hele mooie uitzending, maar een beetje verwarrend. Maar goed, verder wel mooi. Ja, een dansmarathon. Er hebben toch aardig nog wat koppels het volgehouden tot het einde. Ik was eigenlijk voor het oudere koppel. Die hebben helaas niet gewonnen. Het is een ander koppel geworden. Ze zijn tweede geworden voor het koppel waar ik voor was. Maar ik vond het zo schattig dat ze het zo goed volhielden. En oké, ze dansen niet echt meer. Het was wel meer een beetje bewegen. Maar goed, ja, ze bleven wel tot het einde op de dansvloer. Dat vond ik wel heel erg knap. Dus ik dacht ook echt, nou wat zullen die mensen blij zijn dat ze nu gewoon lekker naar huis kunnen en kunnen gaan slapen. Of in ieder geval zich laten verzorgen. Want er waren echt mensen bij die hadden zulke blaren op hun voeten. Die hadden hele rode voeten. Ik las wel dat het niet heel goed bekeken werd. Dat snap ik ook wel. Want ja, 50 uur lang. Ze hadden best wel sterke programma's tegenover hun staan. Je had natuurlijk een televisiering gehalen. Dus Masked Singer. Ja, maar goed. Het was wel even leuk om toch het einde even te zien. Ik heb de vlog al tot en met gisteren afgemaakt. Dus dat is ook fijn. Toen ben ik Rita gaan kijken en daarna Salamander. En ja, dat vind ik nu toch wel steeds leuker worden. Dus de eerste aflevering kwam ik een beetje moeilijk doorheen. Maar nu vind ik het wel weer leuker geworden. Dus nou ja, dat was eigenlijk verder allemaal wel oké. Ik heb iets zo stoms meegemaakt gisteren. Ik ging mijn teennagels knippen. Ik loop intussen even naar de slaapkamer. Dus het wordt een beetje donker. Maar ik had het eventjes in de douche gedaan, want ja, het is eventjes
wat veilen. Dan had ik niet al die nagels in de kamer. En daarna ga ik het altijd even veilen. Ik heb die veil op de grond gelegd. Ik ging staan om mijn sokken aan te trekken. En wat gebeurt er? Ik ga op mijn veil staan. Het is een glasveil. Dus kijk, het resultaat is dat nu het handvat is afgebroken. Dus ik heb alleen nog dit over. Dus ik denk dat ik eventjes een nieuwe moet gaan halen. Ik had deze ook al wel een tijdje. Dit is gewoon zo'n action veldje. Maar dit is echt de eerste glasveil bij mij die ooit is geknapt. Dus ik had wel even zoiets van shit. Maar goed. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga zo even groenten afhalen. Ik ga even vlees uit de vriezer halen. Wel even stofzuigen. Daarna gewoon even lekker foto's maken. Dus dat is het ook. Verder niet heel bijzonder. Maar vind ik ook wel lekker. Ik ga zo even een oogmasker in de koelkast leggen. Dan straks even zien waar ik foto's van ga maken. Maar verder zet ik jullie nergens bij. Dus ja, ik ga ook even maar wat doen. Want ik heb verder ook niet zo heel veel te vertellen. Dus ja, ik ga maar even aan de gang. De fotospulletjes. Ik heb hier allereerst een About Matte Fixing Loose Powder. Ik heb de vaste poeder hier ook van. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze ook. Die is van Essence. Dan heb ik hier het Clamping Squad 9 Color Eye Shadow Palette van de Action. Die ga ik even doen. En ik heb hier 5 Liquid Lip Balms. Dit zijn de Power 5. En ik heb hier allereerst de kleur 010 Luminous. Ik kan het bijna niet lezen. Grapes. Dan deze kleur. En dit is de 060 Fresh Aced Berry. Dan hebben we deze. Dit is de 920 Pearly Peach. En we hebben hier de 010 Glossy Apricot. Dus hier ga ik even lekker foto's van maken. Dus even muziekje aan en dan ga ik verder. Ik heb heel wat dingen gedaan, maar dat laat ik straks even zien. Zo. Ik ben klaar met alles en ik heb een kleine make-over gehouden hier. Ik had een la over. Er zaten eerst eigenlijk allemaal loemdingen in, maar die heb ik eruit gehaald. En toen had ik een la over. Nou, ik heb dus in deze la nu, dat is de la van dit dressoir. Hier heb ik dus mokken ingezet die dus niet zo makkelijk passen. Dat zijn allemaal vrij grote mokken. De bakjes van de kat staan hier, ook die bakjes. Dus dit heb ik allemaal hierin gedaan. Daar ben ik wel heel blij mee. Dan heb ik ook gelijk een metamorfose in deze kast. Want hier passen nu de wijnglazen mooi in. En dan heb ik hier ook de kleine bakjes die stonden eerst daar. Die heb ik naar beneden gehaald. Dus die staan nu mooi hier. Nou zie ik ook mijn borden weer, want die komt nooit bij. En dan heb ik hier de kopjes met de schoteltjes erachter neergezet. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn zo. Ja, je ziet het, alles is roze, dus ik word er wel blij van, behalve die borden. Maar ja, ik vind het eigenlijk zo wel een heel erg mooi geheel. Gaat hij iets scherp stellen? Nee. In ieder geval scherp om te zien, maar ik ben er wel heel erg blij mee zo. Dus dat is eventjes weer mooi. Dat vind ik alweer een hele mooie verbetering. Dat had ik ineens van de week in mijn hoofd. Volgens mij lag ik in bed en dan bedenk ik dat soort dingen. Toen dacht ik ineens, nou, ik kan dat eigenlijk nu wel eventjes gaan doen. Want ik had de groenten afgehaald, ik was klaar. Ik heb daarna de foto's lekker gemaakt. Dus ja, wat dat betreft best wel lekker bezig geweest. Ik ga nu even lekker relaxen met een oogmasker. In de hoop dat het wat afneemt, de pijn. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond heb je een nieuw programma met Linda de Mol met dating. Nou, ik wil het een kans geven om te kijken of ik het wat vind. Maar als ik het niks vind, ben ik ook zo weer weg. Dat is natuurlijk het fijne van televisie. Er zit een knop op. Ik ga wel nog even Wie van de Drie kijken. Dat is ook voor het laatst. En verder ga ik even mijn foto's bewerken. En heb ik gewoon Rita en Connie en Clyde. En ik ga mijn nagels doen. Dus verder niet heel veel bijzonders. Maar gewoon lekker even een zondagavondje. Ik heb nu ook buikpijn. Ik ga even lekker de bank op. Even lekker relax. Maar eigenlijk toch meer gedaan dan ik eigenlijk van plan was op de zondag. Maar ik zag altijd ineens in mijn hoofd. Ik denk, en dan moet ik het gelijk gaan uitvoeren. Want dat geeft me dan weer rust. En ik ben heel blij dat ik nu ook weer bij mijn kleine bordjes kan. Kun je eigenlijk zien hoe dat een verademing kan worden. Dat je daar de hele tijd niet bij kan. Die bordjes die had ik. Die stonden daar ook. Maar ik kon er eigenlijk nooit bij. En nu staat het ineens zo netjes. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 18 oktober. Ik ben wel klaargemaakt. En nou denk je misschien, nou dat is toch niet bijzonder.
Nou ja, omdat ik natuurlijk zo last heb van die droge huid, zei mijn moeder gisteren, ik had een fotootje gestuurd in de groepsapp met een beetje een lollig tekstje eronder. Het lijkt net of ik een slag op mijn oog heb gehad, omdat het zo rood was. Ja, toen zei mijn moeder, misschien moet je een paar dagen geen make-up opdoen. En toen zei ik, ja, maar dat lukt eigenlijk niet, want ik moet extra video's opnemen. En toen zei Nathalie ook wel heel terecht, ja, je gezondheid is belangrijker dan video's. Tuurlijk, heeft ze ook helemaal gelijk in. Maar ik merk gewoon aan mezelf dat ik het altijd wel heel fijn vind om ook extra video's op te nemen. En ik vind het toch het fijnste als er een make-upje op zit. Ik vind het niet erg om zonder make-up op camera te verschijnen, want dat doe ik op zondag altijd. Maar ja, als het even kan, heb ik er het liefst wel een make-upje op. Ik heb het idee dat het ietsjes beter aan het worden is. Ik heb gisteren even lekker gerelaxed met zo'n oogmasker. Dat bracht heel veel verlichting, vooral voor mijn oogleden. Die had ik dan even in de koelkast gelegd. Ik ben gestopt met de oogcreme. Ik heb toch het idee dat het daaraan ligt. Want ik heb het idee dat het nu al een stuk rustiger is dan zaterdag en gisteren. Want kijk, je ziet nu bijna de rode plek niet meer. Maar ik vind het ergens wel heel gek, want ik gebruik deze oogcreme eigenlijk al best wel een lange tijd. Hij is ook compleet vegan, dus er zit verder niks in, als het goed is. Dus ja, ik snap niet zo heel goed waar het van, of dat het probleem moet zijn. Ik had natuurlijk een tijdje geleden, toen dacht ik dat het aan die dag- en nachtcreme lag. En toen begon ik met een andere dag- en nachtcreme en mijn huid werd gelijk een stuk rustiger. Dus ik had niet gezocht dat het misschien de oogcreme zou kunnen zijn. Ja, ik ga het even aankijken en anders toch even kijken voor een andere oogcreme. Want ja, ik heb toch het idee dat hier misschien toch meer in zit dan dat mijn huid aan kan. Ik vind het toch wel een belangrijke stap om te nemen om een oogcreme aan te brengen. Omdat je gewoon, ja, wil je wordt ouder en is het toch wel fijn om wat extra verzorging aan je huid te bieden. Maar ja, goed, om met van die rode plekken rond te lopen doet en zeer en het ziet er niet uit. Dus nou ja, goed, ik ga het in ieder geval even in de gaten houden, maar voor nu lijkt mijn huid wat rustiger te zijn. Gisteravond had je een nieuw programma van Linda de Mol, iets met dating. Ik weet al niet meer hoe het heet, de datingshow geloof ik. En ik was in eerste instantie een beetje sceptisch, hè, weer zo'n datingshow, we hebben het er al zoveel. En nou ja, ik had zoiets, ik ga het gewoon een keer kijken, vind ik het niks, kan ik wegzeppen, kijk ik er niet meer naar. Maar ik was het aan het kijken en het was eigenlijk verrassend leuk. Dus dat was wel heel erg leuk. Daarna had je Wie van de Drie, was ook wel leuk, was de laatste uitzending, vond ik ook prima. Dan kan ik volgende week even wat dingen gaan terugkijken met inhalen. Want het programma wat in plaats van Wie van de Drie komt, vind ik niet zo leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Deze kleur. Dat is, waar heb ik het lakje? Ik had hem hier neergelegd. Ik had hem meegenomen. En, oh, hier ligt hij. Dat is deze. En dit is de 360 Pretty Asplen. Dus dat is deze. Ik vind hem wel leuk. Dus die zitten er mooi weer op. Ik heb eventjes mijn foto's bewerkt, dus dat is ook allemaal alweer gelukt. En toen ben ik Rita gaan kijken en daarna Connie en Clyde. En als ik daar doorheen ben, dan ga ik eventjes Witse kijken. Want je hebt nu elke dag om 5 uur op België heb je Witse. Vind ik altijd nog wel leuk om te kijken, dus ga ik dat mooi kijken in plaats van even een serietje. Ik heb mijn boek weer uitgelezen, dus wat dat betreft was het allemaal prima. Een fijn avondje. Ik ga het zo stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Ik heb de Clico al aan de weg staan, want die wordt morgen niet gelegd. Die zat ook goed vol. Er moet even een nieuwe zak in de prullenbak. En daarna ga ik een video opnemen. Want ja, ik hoef nu niet aan de schoonmaak, want ik ga nu donderdag weer boodschappen doen. Dus dan kan ik een mooie video opnemen. En daarna ga ik even bullet journalen en daar ga ik jullie dan even bij zetten. Maar ik ga nu eerst even zorgen dat hier de boel weer even netjes is. En dan ga ik eerst even een video opnemen. Dus tijd om wat te gaan doen.
Oké, ik ben klaar. Ging het soepel? Nee. Op een gegeven moment was mijn batterij leeg van mijn camera. Nou, dat geeft niet. Ik heb nu een dubbele batterij, dus die heb ik er snel ingestopt. Wil ik verder filmen, is mijn kaartje vol. Dus moet ik eerst mijn kaartje weer gaan legen. Dus al met al heeft het best wel lang geduurd, maar oké, het geeft niet. Het staat erop. Ik denk dat ik wel tevreden ben. Dus nou, dat is allemaal gebeurd. Maar dat neemt allemaal weer eventjes tijd in beslag, waar ik dan eventjes niet over had nagedacht. Dus de volgende keer moet ik echt van tevoren mijn kaartje legen, dat is beter. Dus ik moest eerst snel alles op de laptop gooien, want anders was ik alles kwijt. Maar goed, daarna nog even lekker gebullet journaled. Eventjes alvast een voorkant van jullie aan het maken. Dan kan ik mooi alles gaan inplakken. Dan ben ik eindelijk weer een beetje bij, want dat heeft best wel lang geduurd. Maar goed, best wel even lekker bezig geweest. Ik heb nu net eventjes de programma's opgenomen wat ik moet opnemen. Ik ga even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb het ijskoud. Vanavond kijk ik Kopen zonder kijken. En nu is het als goed is wel een nieuwe aflevering. Dus dat vind ik wel leuk. Ik denk dat het de laatste is. Vind ik ook niet zo heel erg. Daarna kijk ik Chateau Meiland. Daar heb ik wel weer zin in. Heb ik best wel gemist dat het donderdag niet kwam. Maar oké, geeft niet. Dan ga ik even mijn artikel schrijven. Ik ga Rita kijken en Connie en Clyde. Daar ben ik ook bijna doorheen wat ik straks al vertelde. Dus verder wordt het ook niet een hele bijzondere avond. Lekker op de bank, lekker warm aangekleed. Ik denk even lekker de verwarming aan. Want het is best wel frisjes. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Telefoon ligt daar. Even pakken. Maar het ging allemaal even vandaag gewoon niet zo soepel. Ja, soms heb je van die dagen. De ene keer gaat het heel soepel, de andere keer niet. Het is 14 graden. Dus dat is de planning. Ik ga nu dus even lekker relaxen. Want ja, ik heb het koud. Ik heb buikpijn. Het is allemaal even wat minder. Ik raakte ook met filmen steeds mijn stem kwijt. Dus het ging niet lekker. Maar ja, soms heb je van die dagen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 19 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik ga zometeen wat dingen doen. De kattenbakken moeten, ik moet even de kliko ophalen buiten. De gang moet en de douche en ik moet even een was opvouwen. Want ik heb hier een hele grote was liggen die echt even opgevouwen moet worden. Ga ik jullie daar even bij zetten. Gisteravond heb ik Kijken zonder Kopen gekeken. Dat was wel weer een mooie uitzending. Heel interessant. Ik vind het altijd een heel leuk programma. Dus dat is altijd een mooi pluspunt. Oh, ik heb een klitje in mijn haar, zie ik. Die moet ik zo even uitkammen. Daarna heb ik even Chateau Meiland gekeken. Dat was ook weer hartstikke leuk natuurlijk. Dus ja, daar heb ik wel even van genoten. Mijn video of mijn blog. Mijn artikel is geschreven. Ik heb een extra artikel voor vandaag online gezet. Toen ben ik Rita gaan kijken en daarna had ik de laatste Connie en Clyde. Dus vanavond ga ik verder met witsen. Dus eigenlijk een prima avondje. Leuk nieuw boek gestart. Ik moest net even wat dingen regelen op de laptop. Dat was even stress en zo, maar dat is allemaal gelukt. Dus nu kan ik met een gerust hart de schoonmaak gaan doen. Dus ik ga eerst maar even de bakken doen en even de kliko ophalen. Want ik heb het idee dat er straks een buitje uit de lucht gaat vallen. En dan ben ik tenminste voordat de bui naar beneden valt, ben ik weer binnen. Dus dat ga ik even doen. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik heb verder niet heel veel te melden. Ja, gisteren heb ik videobeld met mijn moeder Nathalie en Lente. Dat was weer heel erg leuk. Lente zat helemaal op de praatstoel. Lente had een rugzakje van een pingwing en ze wilde hem niet meer af. Ze liep de hele tijd met dat rugzakje op. Zo schattig. Ze ging even laten zien dat ze een beetje kon lopen, want ze kan nu een beetje lopen al. Ze is nog niet volledig los aan het lopen, maar ja, het begint echt te komen. Ze had hele mooie nieuwe schoentjes gekregen. Die moesten natuurlijk even geshowt worden. Hele leuke pantenschoentjes. Ja, was echt super leuk. Dus ja, leuk om die weer even te zien. En ze zat helemaal tegen me te kletsen. Echt super leuk. Ik bedoel, ik versta het nog niet natuurlijk, want het is meer brabbelen, maar het is zo gezellig. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Maar goed, ik ga het even die klit uit mijn haar komen. Dan ga ik een was al zetten en dan ga ik eerst even wat doen. Want ja, de tijd gaat alweer hard. Maar ik kwam even omdat ik nu even wat dingen moest regelen. Maar eerst even dit komen, want hier irriteer ik me aan.
Hè? Nou, we zijn weer rond. Ik heb de kliko opgehaald. Ik heb het kattengrit gedumpt. De kattenbakken zijn schoon. De gang is schoon. Ik ben de douche gaan schoonmaken. Ik heb nu... ik zal ze wel even pakken. Dat is misschien handiger om te laten zien. Ik had die sponsjes gekocht bij de Steel Wool Soap Pads. Die had ik gekocht bij de Zeeman. Die heb ik gebruikt. Die hoefde ik een beetje nat te maken. Er kwam er heel veel sop uit vrij. Daar ben ik even lekker mee gaan boenen in de douche. Ook eventjes de kraan en zo. Mijn douchekop, die is helemaal groen. De bovenkant. Ik weet niet hoe dat komt. Dus ik ben benieuwd of het groene er nu af is. Ik heb hem even flink ingesmeerd. Dus dat gaat straks als ik ga douchen, dan wordt hij wel weer schoon. Nou ja, en dan even de was opgevouwen. Maar ik heb het nu echt heel erg in mijn rug. Want ja, ik weet niet. Het waren op zich helemaal niet echt de zwaardere klusjes als die ik normaal heb. Maar ik voel mijn rug nu gewoon even wat extra. Maar goed, het is allemaal weer lekker klaar. Dus dat geeft een heel fijn gevoel. Ik ga zo nog even lekker relaxen. De was is opgevouwen, maar nog niet in de kast. Dat doe ik van de week wel. Want ik had echt geen puff meer om dat met die volle wasmand naar boven te gaan. Ik denk even niet. Nou, dan is het straks eten. Vanavond televisie. Je hebt Bureau Hofstad. Volgens mij heb ik het de vorige keer helemaal verkeerd gezegd. Maar dat komt dus. Daar heb ik wel weer zin in om te gaan kijken. Je hebt Vier Handen op één Buik. Dat heb ik even opgenomen. Dat kijk ik daarna. Je hebt vanavond ook weer Adem in, Adem uit. Dat heb ik even opgenomen. Dan kijk ik er van de week even lekker terug. En Nieuw Amsterdam heb ik ook even opgenomen. Het staat nog steeds niet op Netflix. Dus daar kan ik ook mooi binnenkort aan beginnen. Verder, ik ga de vlog afmaken. Ik ga foto's bewerken. Ik ga Rita kijken en dan ga ik Witsen kijken. Want dat heb ik opgenomen op België al een paar... ben ik al even mee bezig. Dus dat ga ik lekker kijken. En dat is het ook wel. Vanavond verder lekker mijn boek lezen. Maar verder eigenlijk niks bijzonders meer. Want ik ben echt even klaar ermee. Ik ga bij deze weekvlog ook afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Kan er op het knopje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf op de abonneerknop. Daarnaast staat ook een belletje. Als je daarop klikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik vergeet nog iets belangrijks. Vanavond speelt Ajax, dus ik heb ook nog een extra scherm die ik ook nog even aanzet. Ik zou zeggen, voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je bij een volgende video weer. Doeg!